Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we vrij een uh, witte band met bewolking, dat is een front en dat zorgt de vannacht voor regen en motregen. Ook vanochtend regent het nog her en der, meest langs de oostgrenzen en in het zuidoosten en elders valt een enkel spatje, maar we hebben wel de wolken de overhand. Temperaturen vanochtend 4 tot 6 graden. En vanmiddag wordt het dan wat vaker droog. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Vanuit het westen breekt trouwens ook wat vaker de zon door. Dus al met al vanmiddag een beter, vriendelijker weerbeeld dan vanochtend. Vanavond krijgen we dan met meer opklaringen te maken. En in de nacht kan het plaatselijk weer nevelig of mistig worden. En dan daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Minimaal rond 1 of 2 graden. Morgen een hele aardige dag, geregeld zonneschijn en ook lange tijd droog. De wind neemt in de loop van de dag wel aan zee toe. En in de avonduren gaat het dan in het noordwesten regenen en ook hard waaien. Windstoten tot 90 km per uur en windkracht 8. Zaterdag opnieuw in de ochtenduren droog weer en geregeld zon. En dan in de middag al vanuit het noordwesten van tijd tot tijd regen. Temperaturen weer rond de 8 graden. De kerstdagen verlopen wisselvallig en met hoge temperaturen 10 tot 12 graden. Ik ben Michiel Severin.